spreek hier met Danny van Laar, een van de organisatoren van KRC Kerstshow. Jullie hebben een fantastisch mooie show neergezet. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Ja, dat is zeker inderdaad een lange tijd. We beginnen de ideeën te komen. En het tweede kwartaal gaan we ze uitwerken, kijken of het realistisch is. En dan gaan we de inkoop doen. En dan gaan we de mensen chatteren eromheen. En na de zomervakantie gaan we echt met de uitvoer beginnen. En dan gaan we teams creëren en die zetten we allemaal aan het werk. Dus bij elkaar, eigenlijk bijna drie kwart jaar zijn we er al mee bezig. We spreken hier met een van de trainsters. Kun je misschien even voorstellen? Ja, ik ben Jennifer Wilkes en ik ben inmiddels zo'n 15 jaar trainster hier bij deze vereniging. Hoeveel sterren hebben er meegedaan in deze prachtige show? Ongeveer 90 rijdsters, de meeste allemaal meiden en een aantal jongens. Het valt niet mee om zo'n groep in goede banen te leiden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nee, dat vergt veel organisatie. Zeker zo'n groot eindnummer. Daar ben je toch echt wel flink wat uurtjes mee bezig om dat mooi in elkaar te zetten. En dat doe je ook met meerdere trainers tegelijk. Want een groep van 90 kinderen is best wel pittig om dan een nummer in elkaar te zetten. Deze show was bedoeld voor een aantal zorginstellingen uit de regio. Waarom hebben jullie deze instellingen benaderd? Ja, nou heel leuk. Wij hebben natuurlijk heel veel energie gestoken om in bijvoorbeeld de sporthal en alle aankleding te doen. En we hadden op zich hebben we nog een blok over in een weekend. En toen hebben we gedacht van nou, wat kunnen we daarmee? En wij vonden het ook leuk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als sportvereniging. En het was heel moeilijk om gehandicapten en zorgbehoeften om tijdens die normale show uit te nodigen. Dus daar hebben we een aparte zorgshow voor gemaakt. En ja, dat is gegroeid tot een succes, want we hebben nu bijna 200 zorgbehoevenden gehad. En dat was eigenlijk fantastisch. Ja. En dus leuk. Ook een leuke samenwerking met het bedrijfsleven, want die zien het ook. Dus de driehoek met het bedrijfsleven die ons dan die financieel ermee ondersteunen. Ja, dat is heel leuk. Hoe oud is de jongste en hoe oud is de oudste deelnemster? De jongste is volgens mij ongeveer 4 jaar en de oudste die is 28. Het onderwerp van deze show is Rolling Stars on Stripes, een verwijzing naar de Amerikaanse vlag met 50 sterren. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? In januari beginnen we al met voorbereidingen voor de show, voor de eindshow. En er worden er allerlei ideeën gespuit. En dit is het thema wat er nu uitgekomen is. En dan proberen we daaromheen zoveel mogelijk shownummers in dat thema te maken. Zodat je uiteindelijk een heel mooi eindresultaat krijgt. Een live optreden van Savannah Joy en een complete lichtshow. Hoe hebben jullie dit allemaal kunnen bekostigen? Ja, dat is altijd het geheim van de vereniging. Nee, Savannah is een oud lid van KRC Rolling en die heeft nog steeds een rolschat hard. En mede door haar televisiedebuut en bekendheid hebben we een leuke samenwerking. Dus met Savannah is het in de relationele sfeer. En de licht en geluid is... We hebben heel veel vriendenorganisaties binnen de rolschaatswereld. En we wisselen her en daar wat uit. We doen heel veel samenwerken. En ook dingen gesponsord gekregen. Dus zo komen wij onze spullen en materialen. En dat leidt inderdaad tot wel een beetje, best wel professionele uitstraling. Hallo, kun je misschien even voorstellen wie je bent? En even zeggen wat je hier gedaan hebt net. Ik heet Gentle en ik heb net de show uitgevoerd. Alles ging goed. De kleintjes hebben het goed gedaan en de grote ook. En de pakken waren ook heel mooi gelukt. Wie hebben die hele mooie pakken gemaakt voor jullie? De bestuurders, de moeders en dat soort dingen. En hoe vaak kom je hier nou oefenen in de week? Ongeveer 2 maanden en op de dag van maandag, woensdag en zaterdag. Zo, dat is best wel veel. En hoeveel kinderen zitten er in jullie groep? Ergens in de 90. Vond je het allerleukste onderdeel om te doen? Het eindnummer. Dat vond ik heel leuk om met z'n allen te doen. Wil je even zeggen hoe je heet en hoeveel jaar je bent? Ik ben Quinty en ik ben 6 jaar. En het was heel leuk. En hoe lang zit je al op kunstschool schaatsen? Toen ik 2 was. Zo, dat is wel heel erg jong zeg. En wat vond jij het allermoeilijkste om te doen? Eigenlijk vond ik het helemaal niet moeilijk. Ik vond alles makkelijk. Goed zo. En wat vond je het allerleukste om te doen? Het Disney-nummer. Tot ziens, hè. Doei. Ik vond het laatste nummer erg leuk. Wat vond je er zo leuk aan? Het was het laatste nummer. Ha, 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 ha.